Mijn naam is Dennis, adviseur medezeggenschap bij LOC Waardevolle Zorg. En dit is een korte video voor cliëntenraden en aanbieders in de jeugdzorg. Als adviseur train ik cliëntenraden in hoe werk je samen als team, hoe vergader je met elkaar, hoe maak je contact met de achterban en wat staat er in de WMCZ 2018. Nou, we zien de medezeggenschap in de jeugdzorg groeien als een positieve ontwikkeling. Steeds meer jongeren en ouders zijn actief in cliëntenraden of een andere vorm van medezeggenschap. We zien ook plekken waar de medezeggenschap versterkt mag en kan worden, of waar de medezeggenschap moet worden ingericht. Nou, dat is nodig, want sterkere cliëntenraden dragen bij aan een sterkere positie van jongeren en ouders. Zodat we de zorg gaan organiseren op een manier zodat die aansluit bij de wensen en behoeften van mensen zelf. Nou, LOC biedt gratis ondersteuning, dus loop je als cliëntenraad vast en heb je een extra zetje nodig, of wil je als organisatie aan de slag met het inrichten van de medezeggenschap, dan ben je bij ons aan het juiste adres. Neem contact met ons op, met mij, een van mijn collega's, en dan gaan we samen aan de slag. Want medezeggenschap, het is gewoon echt leuk, het is waardevol, het is actueel en ontzettend belangrijk. En laten we elkaar daarmee ondersteunen. Voor nu, namens mijn collega's en mezelf, graag tot ziens.